Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 4 februari 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag als test in een deel van de uitzending een nieuwe manier om Contestia uit te zenden. Mogelijk dat de geluidskwaliteit wat minder aantast dan de eerdere methode. Instellingen zijn als anders, maar de frequentie is nu geen 355, maar 437 hertz. Overigens zou het automatisch moeten schakelen. Aan het eind van het gesproken deel van deze uitzending morsen en daarna nog een kort stukje datatest. Ook dat zou automatisch moeten schakelen. Op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 februari vindt in Florida weer de Orlando Hemcation plaats. De Hemcation is de tweede beurs van de VS, vergelijkbaar met onze dag voor de radioamateur, maar dan een beetje groter. Leuk is dat deze beurs een Nederlands tintje heeft doordat twee Nederlanders in de organisatie zitten. Voorzitter van de Orlando Hemcation is Peter AI4KM en zijn XYL Lili KJ4LMM is ook bij de organisatie betrokken. Speciale gastsprekers op de beurs zijn onder andere Gordon West en Carol Perry, beide van Hemnation. En verder zijn alle grote amateurmerken er vertegenwoordigd. Ik heb gisteren weer eens wat op D-Star gedaan. Doordat ik wat dingen had aangepast, was dat korte tijd niet mogelijk. Op DCS-007B, een reflector die in het verleden door veel amateurs gebruikt werd en die ook nu nog veel gebruikt wordt, bleek door de slechte werking geen verbinding mogelijk. Het probleem bestaat al geruime tijd. En bij de Duitse beheerders krijg je klaarblijkelijk geen gehoor als amateurs of repeater-eigenaren erover klagen. Een flink deel van de Nederlandse amateurs is inmiddels overgeschakeld naar XRF-088B, een reflector waar dat soort problemen in elk geval niet bestaan. Binnenkort kom ik hoogstwaarschijnlijk met een groter item over dit onderwerp. Op internet was er de afgelopen week een relletje rondom YouTube-fenomenen, de Fine Brothers. Zij hebben verschillende shows op YouTube, eentje daarvan heet React, in het Nederlands reageer. Op 26 januari kondigden de beide broertjes aan dat ze het merkrecht hadden verkregen op de naam van de show en dat mensen daardoor met hun toestemming en alleen onder hun toestemming op internet spin-offs van de serie React onder die naam zouden kunnen maken. Een storm van protest brak uit. Reageren is natuurlijk een zeer algemene term. En bovendien zijn er redelijk wat bestaande weblogs en YouTube-kanalen die op dit moment React al in hun naam voeren. Daarboven zou het mogelijk zijn dat het handelsmerk niet alleen betrekking heeft op de naam Reageer, maar dat de broertjes hiermee ook het concept van reageren op weblogs en andere uitingen gepatenteerd hebben. 4 dagen lang brak hierover de pleuris dus uit. De populaire broertjes werden voor patenttrollen versleten en hun miljoenen publiek keerde zich massaal af van hun kanaal en zegde het volgerschap op, wat mogelijk ook grote consequenties zou kunnen hebben voor de sponsoren die de beide broers voor hun kanalen hebben en de inkomsten die ze bij YouTube genereren. 3 dagen geleden, op 1 februari, gingen de Fine Brothers dus diep door het stof. Ze boden hun verontschuldigingen aan en boden ook aan om alle geclaimde handelsmerken en de toepassing daarvan direct te annuleren. En ze stoppen met de show onder die naam, waarbij ook de video's betreffende onder andere de aankondiging ervan van het web worden gehaald. Ik wil zelf trouwens hierbij aankondigen dat ik vorige week het wereldwijde patent heb weten te verkrijgen op het drinken van water en het drinken van alcoholhoudende dranken. Dat betekent dat ik van wereldwijd iedereen voor ieder glas een klein bedrag te goed heb, maar niet heus. Contactloos, dat wil zeggen draadloos betalen, heeft grote risico's in zich, veel groter dan gedacht. Eerder bleek in Engeland al dat het niet heel ingewikkeld was om net zo contactloos te kunnen zakkenrollen. De Consumentenbond deed onlangs een test en daarbij bleek het met een eenvoudig aan te vragen mobiele pinautomaat mogelijk om veel grotere bedragen aan de eigenaar te ontfutselen dan de maximaal 50 euro zoals banken ons bij de introductie van contactloos betalen willen doen geloven. De banken stellen dat voor hogere bedragen de pas in het apparaat moet worden gestoken en dat er een pincode moet worden ingetikt. Als de zakkenroller echter eerder de pincode heeft afgekeken, kan vervolgens dus ieder bedrag worden afgeboekt. Uit de test van de Consumentenbond blijkt dat het met een draagbaar pinapparaat voor iedere crimineel eenvoudig mogelijk is om ieder willekeurig bedrag van iemands rekening te halen door simpelweg vlak langs iemand te lopen die zijn pinpas los in de zak heeft zitten. En ook bij de pas op andere plekken, zoals in jaszakken of tassen, tussen andere materialen is het geen enkel probleem om bedragen af te boeken. Mensen kunnen zich volgens de Consumentenbond hier tegen beschermen door de pas in een speciaal hoogfrequent afschermend hoesje op te bergen, door contactloos te betalen uit te schakelen of door bij de bank een pasje zonder contactloos betalen aan te vragen. Bij veel banken krijg je die trouwens standaard, dat wil zeggen die waar het wel mee kan.